Bergentrainer Dennis van Wijk stuurt zijn beste elf de grasmat op. Geen sprake dus van onderschatting. Bij die elf loopt de topschutter van de eerste klasse, Jeremy Perbet. Het is een beetje op een knullige manier dat Ruppelboom op achterstand komt. 1-0 na 37 minuten spelen en dat is ook de ruststand. In de tweede helft gaat Bergen nadrukkelijk op zoek naar een veilige voorsprong. De onvermijdelijke Perbet duikt weer op, 2-0. Bij de bezoekers gaan de handen in de lucht voor buitenspel moeilijk te zien, maar ze zouden wel eens gelijk kunnen hebben. Op het uur moet Ruppelboom nog met 10 man verder naar rood voor Poorters. Fysiek krijgen de Steenbakkers het nu bijzonder moeilijk. Even later is het Boeketoe, man van de match. Perbet speelt Sawanet aan, 3-0. Al is de buitenspelgeur hier wel bijzonder groot. De laatste bal van de wedstrijd is een vrije trap voor Ruppelboom. Davy de Smet krult heerlijk binnen, 3-1. Een verdiend en belangrijk doelpunt. 3-0, dan moet je zeggen, de boeken zijn dicht. Maar ik had hier ook het gevoel dat we met momenten mee voetbalden. Natuurlijk, je krijgt kansen tegen een topscorer van de eerste klasse. Maar je voelde dat we er toch voetbal regelmatig uitkomen. De eerste kwartier komen we twee keer in een maal meer situaties. Als dat we goed vallen, kan het goed zijn dat we weg is. Ja, ik geef het niet verloren.